Toen sprak je tegen mij, maar alles is te laat. Ik ben weer eens verliefd. Laat iedereen maar naar zichzelf kijken, want ik beslis toch zelf wat ik wil. Vergeet je moeder niet, weet dat ze jou zo ziet. Zoals je bent, zoals zij je kent. Ik ben Tom van den Bossen, ik ben eigenaar van Clipstudio.nl en van Brabant Toppers. Clipstudio is 6 jaar geleden ontstaan uit Tom van den Bossen Videoproducties, als onderdeel van het bedrijf eigenlijk. Hoi. Die naam is bedacht door de vraag naar videoclips voor Nederlandstalige artiesten. En ik heb nu op het YouTube kanaal, dat staat er 3 jaar op geloof ik, zit nu op de 8,5 miljoen views. Iedereen wil in Nederland beroemd zijn en het is een hele wereld op zich. En als je daar niet in zit, dan weet je dat niet, hoe groot dat is. Ik mis jouw lieve lach. Je bent hier ver vandaan. Ver vandaan. Een Chinees ziet maar de helft van onze wereld. Want hij heeft zijn oogjes bijna helemaal licht. Wij willen hiermee helemaal niet zeggen. Schatje, wacht, waar wil je naartoe dan zonder mij? Vandaag gaan we de clip opnemen met Marco de Hollander. Marco is een Nederlandstalige artiest die al 10 jaar in het vak zit. En dat gaat helemaal goed komen vandaag. Ik ben Marco de Hollander, al 10 jaar bezig in de Nederlandstalige muziek business. Als ventje achter de radio ooit begonnen. Tom, ik denk dat Tom heel erg bij de volksartiesten staat en dat de volksartiesten zich daardoor zo prettig voelen bij Tom. Tom is ook een jongen van het volk en ik belde Tom op een gegeven moment een keer op. Ik zeg: Tom, ik wil een nieuwe clip gaan maken voor mijn nieuwe single, zouden we eens een keer kunnen praten? En zo ben ik met Tom persoonlijk in aanraking gekomen en we hebben daarna heel wat clips aan mogen maken omdat er gewoon een goede klik was. Dus het eigenlijk zo, Marco, jij staat hier, ik kom eigenlijk aanlopen, je pakt dat lijstje, staat hier dan en dan kijk je er even naar, zeg maar, en dan... Oh. De zang. Elke dag begint met jou. Kijk maar naar de camera, maar. Omdat ik zo van je hou. Dan weet ik, we blijven samen. Het is al vaak gezegd, maar ik meen het echt. Nou, ik heb dit scenario gisteren bedacht. Ja, het is een romantisch liedje. Dus er moesten wat kaarsen aan te pas komen, wat rozen, een meisje erbij. Iris, die komt nu, even kijken. Iris komt aan. Marco staat hier voor het raam te kijken, zeg maar, te wachten op haar. Dus ik film over de schouder van Marco, ik denk die kant, want hier, daar staan allemaal auto's. Beneden? Nee, vanaf voren, vanaf hier, zeg maar, van die plant. Ja. Marco staat daar. En je bent blij dat je hem ziet, hè? Ja. Maak dat je blij bent. Even kijken. Ja? Maar jij bent ook blij, hè, Marco? Ja, ze zitten er niet in. Oh, jij moet het hebben. Ik werd gewoon buiten gezet. Ja. Ja, doen we weer opnieuw, ja. Is de dag weer aan zijn eind? Dan weet ik dat jij er bent. Ik verwarm je in mijn armen. Dicht bij jou te zijn, dat vind ik fijn. Ik heb aan Tom specifiek gevraagd van, we hoeven niet als verliefd setje over te komen in de clip, want dat vind ik niet nodig. En mijn fans en familie en iedereen om me heen, die weten dat niet is wat ik ben. En ik ben niet verliefd op een meisje, ik kan er niet verliefd op worden. Dus dat kun je dan wel gaan zitten faken. Dan zou ik mezelf eens naar die clip kijken, toch niet eerlijk tegenover mezelf zijn. Kijk, dat maakt in principe niet uit, want het is gewoon allemaal heel... transparant, het is gewoon aan tafel zitten, het is gewoon een beetje lopen. Er komt nog geen keuze aan te pas, zo moet ik zeggen. Ik zeg ja en dan geef je gewoon even een strijk. Ja. Dan
Nou, mijn stijl is gewoon eigenlijk eenvoud. En dat vinden mensen leuk, denk ik. Dat spreekt ze aan. Niet te moeilijk doen, net als Nederlands lied, is ook niet moeilijk. Het verschil tussen de clips die je bijvoorbeeld op Team F ziet, die zijn wild, snel, flitsend, druk. Ja, dat is heel mooi voor de soort genre die er daar ook zich voor leent. Maar ik denk niet dat als ik met Ik zie altijd voor jou, ja, met de flitsende gekkigheid achter me, ja, dat gaat hem denk ik niet worden. Dus dan raak ik ook niet mijn doelgroep. Dat vlugge gedoe van TMF, hoe heet dat, MTV, die snelle beelden, dat is mijn stijl niet. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar ik vind niks. Er zit iets te strak voor mijn buikje. Zo. Nou, ik probeer steeds de clips iets beter te laten worden, zeg maar, door ja, ook apparatuur te investeren. Net zoals met de Steadicam of met de crane of ja, duurdere camera's, duurdere montageprogramma's. En dan wordt het steeds beter. Ik zie altijd liefde in je ogen. En het mooiste ben je Angela. Maar ik zie me eigenlijk niet als de leider in Nederlandstalige muziek. Misschien ben ik het wel, maar ik maak er heel veel. Ik denk dat Tom's populariteit mede te danken is door de verhalen die onderling met artiesten wordt besproken. En daardoor denk ik ook ja, dat Tom steeds bekender wordt in ons segment. Als je ziet dat hij een van de hofleveranciers is bij TV Oranje en Sterren.nl, dat zijn clips standaard gewoon op de playlist worden gezet. Kijk, dat geeft toch wel een waarde aan Tom's werkwijze. Staat erop. Wanneer is die? In augustus of zo heb je een Buma Stemmenweek heb je dan. En dan wordt de beste videoclip verkozen. Ik heb er nog niks mee gewonnen. Maar ik hoop nog een keer wel iets mee te winnen. Misschien, dat is toch nog een droom misschien. De Buma Award, ja. Toen ik de laatste zag, dacht ik, ja, ik had ook wel kunnen winnen. Maar het was niet.